Een motor geeft je vrijheid. Die geeft iets altijd wat je jezelf ziet doen in de toekomst. Wat kan ik in één keer gaan doen? Want ik heb een motor. En een gave motor. En dat is wat wij doen. Laris, lach gewoon. Ja, goed. Super gaaf dat je er bent. Ja, mooie dingen. Ja, thanks. Laris, welkom. Ik kwam hier wel eens over de vloer. Ik woon zelf ook in Utrecht. En ik ben een keer meegenomen door een vriend van me. Die zei van, ja, er is een nieuwe custombouwer hier in Utrecht. En maak mooie spullen. Het is gezellig daar. Ga je een keer mee. Toen zag ik zelf dat Joost allemaal coole dingen kan maken. En toen dacht ik, ah, dit is heel gaaf. En zo ben ik een beetje hem gaan volgen ook. En met de nieuwe bouw die uitkomen van hem, nieuwe motoren die hij gebouwd heeft. Ja, en toen dacht ik wel van, oh, deze gast is echt serieus lekker bezig. Bij Vorderhelmen hadden we twee motoren nog staan ergens in een hoekje. En Neil die was altijd al van, ja, ik wil nog iets met die motoren doen. En toen ben ik eens gaan nadenken en toen kwamen die twee ideeën bij elkaar. En ik zei van, nou, ik ken nog wel een jongen die echt onwijs goed is. En we moeten maar een keer gaan praten om te kijken of we iets kunnen gaan doen samen. Als je een goede motor wil, dan moet je gewoon bij hem zijn. Laurens, heb je nou voor meegenomen? Ja, wat een ding, hè? Holy shit, wat lelijk. De XV, wat het in de basis is, een TR1. Het is alleen een iets grotere cc's, dus een 980 cc. Die is vaak genomen omdat hij heel erg voor geschikt is. Maar 3 jaar gemaakt met de monoveer achter. Hoe oud is die? Uit 88, als ik me niet vergis. Holy shit. Dus het is wel echt een oud beestje. Ja, ja, ja. En nu krijgen we de kans met hun idee, want ze willen een classic wel met moderne componenten. Dus we gaan nu een motor bouwen die goed rijdt, gaaf eruit ziet, maar ook compleet strakke lijnen. Doet hier? Durf ik je niet te zeggen. Hij is rijdend weggezet, maar ja. Dan gaan we dat eerst checken. Want voordat we hem gaan blauwen, willen we weten of hij goed is. Ja. Check hem gewoon even lopend maken, boezietjes, de hele rambam. En laten we dat dinsdag gaan doen. Top, gaan we doen. Cool. We gaan. Oh. Heb jij zin om te assisteren? Ja, dit gaan we doen. Mag ik hem al meteen starten? Of? Nou, probeer maar. Maar... Nou, is het contact geslot overleden. Ah ja. Nou, helemaal niks. Hij klikt wel, maar ja, gewoon geen power. Wat wil dat zeggen? Geen stroom? Niet genoeg. Accu is dood. Dus we hangen er even wat stroom op. Ja? Gaan we even kijken of we hem aankrijgen. Ja, ja, ging niet vanzelf, hè? Nee, ja, die dingen die hebben al 2 jaar of zo stilgestaan. Die kan je gewoon ergens op het frame hangen, gewoon op een blok of zo. Maakt niet uit, als je hem niet op de bout hangt, is het ook goed. En Neil en ik kregen ze daar al nauwelijks aan de praat. We hebben ze zelf nog even geprobeerd, een paar maanden terug. En nu hier gestart, maar dat ging niet vanzelf. Nee, maar gelukkig heeft Joost wat zijn knulste idee, heeft altijd wel weer, die kan altijd wel weer wat fixen. Dus ja, uiteindelijk liep die wel. En ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Oh, nog een keer. Mooi. Gaat die al open, vriend? Zie je, zo zet je hem uit. Dat is niet de bedoeling. Maar... Joker, dat zet je Ik zie bij jullie plaatjes heel veel die Benelli-tank terugkomen. Dus ja. Ik krijg een beetje het gevoel dat is waarvoor we gaan. Ah, ja, die hoort eigenlijk bij het model, hè? Hij is er fantastisch op. Ja, we kunnen hem ook aanduwen, maar... Ja.